Toen de trouwfoto's van deze vrouw viraal gingen, bleef iedereen lachen. Terwijl ze er heel mooi uitzag, was haar echtgenoot, Godfrey Baguma, het tegenovergestelde. Veel mensen noemden hem lelijk en ze vertelde het meisje dat ze nooit gelukkig met hem zou worden. Maar jaren later gebeurde dit en niemand kon het geloven. Iedereen houdt van baby's omdat ze schattig en knuffelbaar zijn. Eigenlijk willen hun ouders ze geen seconde uit het oog verliezen. En toen Godfrey Baguma geboren werd, was dat niet anders. Zijn moeder hield zoveel van hem en iedereen wilde alleen maar wat tijd met de lieve jongen doorbrengen. Helaas gebeurde er, toen deze jongen 10 jaar werd, iets heel beangstigends met zijn gezicht. Er verscheen plotseling een gezwel op zijn wangen. Terwijl iedereen hoopte dat de zwelling zou verdwijnen, gebeurde er iets huiveringwekkends. Het tumorachtige gezwel bleef in omvang toenemen tot het Godfried volledig misvormd en onherkenbaar achterliet. Het was in deze periode dat de liefde van zijn moeder op de proef werd gesteld en ze faalde. Ze kon niet begrijpen waarom haar zoon er plotseling zo uit moest zien. Ze vond nu dat hij het verdiende in een donkere kamer verborgen te worden en nooit meer naar buiten te komen. Dus liet ze hem in de steek en vertrouwde hem toe aan de zorg van zijn grootmoeder. Vanaf dat moment nam het leven van Godfrey een ongelukkige wending. Vanwege zijn toestand werden de jongen bepaalde voorrechten ontzegd. Hij mocht niet in drukke plaatsen komen zoals supermarkten en speeltuinen. Sterker nog, andere ouders lieten hem niet spelen met hun kinderen. Ik wist dat ik anders was door de manier waarop de kinderen naar me staarden. Ze zouden met vingers naar me wijzen en lachen. Toen ik ouder werd, begon ik vaak in de spiegels te kijken, tot ik zelfs bang werd om dat te doen, zei Godfrey. Maar dat was maar een deel van de tegenspoed die hij moest doorstaan terwijl hij opgroeide. 'S Morgens en 's nachts sloot Godfrey zich binnen op omdat hij geen behoefte had om misprijzende woorden van anderen te horen. Ik was bang om op stap te gaan en me onder de mensen te begeven. Mensen zouden zeggen dat ik geen mens was, dat ik er als een vreemd wezen uitzag. Al deze woorden deden Godfrey pijn en het was nog pijnlijker omdat hij geen vrienden had, maar een oude oma die niet eens voor hem kon opkomen. Tegen de tijd dat Godfrey 15 werd, ontdekte hij echter zijn passie voor het schoenmaken en dit was het begin van zijn succesverhaal. Ik besefte dat ik iets voor mezelf moest doen. Het was al erg dat ik er zo uitzie. Ik wilde niet overgeleverd zijn aan de genade van anderen, dus besloot ik het beroep van schoenmaker uit te oefenen zodat ik kon verdienen. Godfried was zo goed in dit ambacht dat hij geld begon te verdienen. Spoedig genoeg trouwde hij met zijn eerste vrouw, tot ieders ongenoegen. Dit huwelijk was aanvankelijk mooi en Godfrey kreeg zelfs 2 kinderen met deze vrouw. Helaas eindigt het nadat ze een verhouding met andere mannen begon te krijgen. Ik denk dat ze de woorden van het publiek tot haar doorliet dringen. Ze zeiden haar dat ze me niet verdiende. Ze zeiden dat ik te lelijk voor haar was. Toen ik hoorde dat ze met een andere man was, was ik er kapot van en kon ik niet meer in haar ogen kijken. Iedereen verdient een trouwe partner, ongeacht zijn of haar uiterlijk, zei Godfrey. Na het mislukte huwelijk van Godfrey vond iedereen dat hij dat verdiende. Wat dacht hij wel, dat hij met zo'n uiterlijk een lang en gelukkig leven zou hebben, spotten ze. Maar al gauw gebeurde er iets waardoor iedereen spijt kreeg van hun woorden. Op een dag was Godfrey in zijn winkel toen 2 mannen hem benaderden. Ze vertelden hem dat ze een evenement hadden en dat ze wilden dat hij de hoofdgast zou zijn. Eerst was Godfrey aarzelend toen de mannen hem over de gebeurtenis vertelden. Tegen die tijd kenden maar een paar mensen hem, dus hij was er zeker van dat als hij het evenement zou bijwonen, zijn foto's viraal zouden gaan en hij veel kritiek zou krijgen. Deze mannen wilden dat Godfrey zou meedoen aan een wedstrijd voor de lelijkste man ter wereld. Uiteindelijk, na veel piekeren, stemde Godfrey in met deelname aan het evenement en dat was de beslissing die zijn leven veranderde. Ik was klaar voor wat er ook met deze stap gepaard ging. Maar, wat nog belangrijker was, ik was besloten gebruik te maken van mijn nadeel. Ik voelde in mij dat het tijd was om mijn schaamte om te zetten in glorie, zei Godfrey. Deze mannen namen een foto van Godfrey in verschillende poses, waarna hij meedeed aan de wedstrijd. En raad eens, hij won. Deze overwinning leverde hem de bijnaam Sebabi op, wat de lelijkste van allemaal betekent. Het verhaal van Godfrey ging al snel viraal en zijn foto's kregen positieve en negatieve comments. Iedereen wilde hem zien. Dus begonnen verschillende bedrijven en ondernemingen evenementen te organiseren en nodigde Godfrey uit, alleen maar zodat de mensen hem persoonlijk konden ontmoeten. En natuurlijk beloonden ze hem rijkelijk voor zijn aanwezigheid. Nu Godfrey in de schijnwerper stond en veel geld verdiende, hadden degenen die hem eerst negeerden veel spijt van hun daden. Sommigen wilden zelfs gunsten van hem, maar konden niet bij hem terecht vanwege de manier waarop ze hem in het verleden behandeld hadden. Ongeacht wat iemand dacht, Godfrey had nog meer trucs en die maakte hem allemaal succesvoller.
Een gouden kans komt maar eens in je leven en Godfrey liet er geen enkele aan zich voorbij gaan. Gebruikmakend van zijn status als plaatselijke beroemdheid begon deze getalenteerde man een carrière in Afrikaanse popmuziek. Hij bracht verschillende liedjes uit die de aandacht van zijn fans hebben gegrepen. In feite hebben zijn muziekvideo's op YouTube miljoenen kijkers vergaard. Zo heeft Godfrey Baguma een muziekvideo voor het lied Abagala Sebabi uitgebracht in 2014 en die heeft meer dan 13 miljoen views opgeleverd. Maar nu zijn leven ten goede veranderd was, waren er toch nog wat bedenkingen. Zou Godfrey weer liefde vinden nadat zijn eerste huwelijk mislukte? Wat is precies de reden van zijn misvormde uiterlijk en zouden zijn kinderen ook zijn genen erven? Je ontdekt het nu allemaal. Godfrey besloot met een andere vrouw te trouwen, maar vrienden, familie en zelfs vreemden waren niet blij met dat idee. Veel mensen bespotten hem. Had hij niet geleerd uit zijn eerste huwelijk? Zij zal hem ook gewoon verlaten, want geen enkele vrouw zou ooit van hem houden, dachten ze. Maar al gauw zouden al deze mensen spijt hebben van hun woorden. In 2013 trouwde Godfrey met een heel mooie vrouw, Kate Namanda. De bruiloft was fleurig met vrienden en familie erbij. De meeste mensen dachten dat hun huwelijk na 6 maanden zou stranden, maar het is nu al jaren geleden en dit koppel houdt nog steeds stand. Godfrey adoreert zijn vrouw en Kate zou alles doen om haar man gelukkig te maken. Hun huwelijk is ook gezegend met 6 kinderen. In een interview zei Kate: "Godfrey is niet knap aan de buitenkant, maar hij heeft een goed hart. Ik zou willen dat de mensen hem zouden zien zoals ik hem zie." Jarenlang wist deze man niet eens waarom hij misvormd werd. Soms heb ik het gevoel dat het zomaar van de ene op de andere dag gebeurde. Vele jaren lang wist ik niet waarom mijn uiterlijk veranderde. Maar later besloot ik te denken dat het misschien allemaal deel uitmaakte van Gods ontwerp, zei Godfrey. Tijdens deze periode van onwetendheid was Godfrey erg bang dat hij het uiterlijk op zijn kinderen zou overdragen. Een van zijn dochters leek op hem en hij wenste zelfs dat ze zou stoppen met groeien. Hij wilde nooit een dag waarop hij wakker zou worden en een vreemde zwelling op het gezicht van een van zijn kinderen zou opmerken. Als ik naar haar kijk, zie ik een kloon van mezelf. Ik maak me zorgen over mijn kinderen omdat ze nog zo klein zijn. Ik maak me zorgen over wat er met hen zou gebeuren als ik zou overlijden. In 2016 begon de gezondheid van Godfrey achteruit te gaan. Het was op dat moment dat dokter Tony Wilson in het Mbara ziekenhuis uiteindelijk besloot een medische diagnose van Godfrey uit te voeren. 6 weken na het uitvoeren van de MRI-scan zei Wilson dat Godfrey een zeldzame aandoening had die fibrodysplasie heet en die de groei en plaatsing van cellen en lichaamsweefsels aantast. Het goede nieuws is dat met de juiste behandeling en medicijnen de gezondheid van Godfrey onder controle kan worden gehouden en, wat nog belangrijker is, dat zijn kinderen zijn aandoening niet zouden erven. Die dag, toen de dokter me vertelde dat mijn kinderen niet hetzelfde lot zouden ondergaan, was mijn gelukkigste. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n vreugde gevoeld. Het voelde alsof ik eindelijk vrij was, zei Godfrey. Wat heeft Godfrey nog allemaal gedaan met zijn leven? In tegenstelling tot vroeger, toen hij sober leefde, heeft deze man nu een prachtig huis en verdient hij een fortuin aan zijn muziekcarrière. Een les die je uit dit verhaal kan trekken is dat je, hoe je er ook uitziet, nog steeds probleemloos al je dromen kunt najagen. Dus wees niet moedeloos omdat je het moeilijk hebt. Gebruik je gebreken om je leven te herdefiniëren en bij te sturen. En onthoud dat je zwakte juist de reden moet zijn dat je wilt slagen. Geloof me, het zal je goed gaan. Hoe overwon jij een uitdagende situatie?